echt een leeuw. We zijn in Artus. Leeuw. We zijn bij de leeuw. Wat zegt de leeuw? Dag leeuw. Dag leeuw. Kijk, daar is de leeuw. En wat zegt de leeuw? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Het is 6 uur alweer. En ik ben de hele dag thuis. Ik heb ook geen make-up op zoals jullie zien. Want ik wilde even een chill dagje. Want ik ben echt super moe van heel veel reizen en live werk. Dat soort dingen. Dus dat ben ik aan het doen. En Sander en Olly gaan nu even naar Albert Heijn. Want we waren wat boodschappen vergeten. En dan ga ik even koken. Ik ga die Mexicaanse kipsalade maken. En Mo is gezellig de hele dag ook hier geweest. Alleen, ik heb in bed gelegen, Mo op de bank. En een beetje gegeten, maar het was wel gezellig. Ja, dat zit. Maar dan ga ik weer gezellig mee naar deze halve week vlog. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik heb gisteren niet meer gevlogd. Zullen wij even de deur dicht doen bij Kay? En hij gaat alleen niet dicht. Ik ben met Bibi en Sophia en Olly. Kijk hoe leuk Olly eruit ziet vandaag. Eindelijk een staart in. En we gaan naar de intocht van Sinterklaas kijken. Ja. Dit wordt Olly haar eerste intocht van Sinterklaas. Zo leuk. Maar ik was natuurlijk altijd weg het weekend, weet je wel? Zo'n leuk jasje. Leuk jasje, hè? Doe maar even de muts op. Zal er ook meedoen? Oh, dit is zo gezellig. Heel mooi, Kay. Ik dacht, pak even een moment. Alleen die. Zo'n boot uit Spanje weer aan. Hij brengt dan Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe lang op zijn paardje en dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is dat? Wie stout is de roep? Ik vind het niet leuk. Oh lieve Sint-Nicolaas, ook eens bij mij. En wij dan niet stil die pluk, die lok. Het huisje voorbij. Oké, hi Bibs. En we zijn aan het kijken naar de intocht van Sinterklaas op tv. Dat is wel leuk. En Olly, zit je vast? Zit je vast? Olly is een pepernoot aan het eten. Ja, klopt. Wij zijn weer thuis van het Sinterklaas kijken en het was echt super leuk, hè? Ja, het was echt super tof. Ik was emotioneel over. Ja. Ik moest een beetje huilen. Moest je huilen? Ja, ik moest aan mijn eigen Sinterklaas denken. Mm. Ik moest aan de onschuld van het kind denken. Ja, zo lief. Zo enthousiast al die kinderen. Olé. Oh jee. Kaas. Oh, pakken. Ja. Kaas, hè?
zo mooi, jongens. Kijk, slapen. Kijk. Is de poes aan het slapen? Ja. Hij is aan het slapen, lieverd. Ja. Ja. Kom. Maar jij vroeg je af waarom ze hier af en toe wat met je groezelige kruimel. Ja, maar ze smeert haar haar in met eten. Ze, omdat ze avocado in haar smeert. Ja. Nou ja, niet alleen avocado, gewoon alles. Kaas, brood. Ziet er een beetje verfrommeld uit. Ja, van buiten. Ja, nou ja, we zijn dus thuis. Het is nu bijna 1 uur en Olly slaapt altijd om 1 uur. Doet ze er middag ditje. Tot 3 meestal, 1-3. Dus het is echt een dag thuis met normaal. We zoveel gereisd. Het is echt de eerste keer dat we een normale dag thuis hebben en het vloggen ook. Dat is ook wel een keer leuk. Ja, dus we gaan Olly naar bed brengen en dan gaan we zelf even rustig zitten. Dan gaan we naar de dierentuin. We gaan naar Artus, hè? Naar drieën. En dan gaan we bij Rebecca Yuki eten. Die moet graag even terug hebben. Nu ga ik even doen. Echt een leeuw. We zijn in Artus. Leeuw. We zijn bij de leeuw. Wat zegt de leeuw? Dag leeuw. Dag leeuw. Kijk, daar is de leeuw. En wat zegt de leeuw? Oh. Nou ja, wij zijn dus in Artus. Wel, meester. Ik zie er echt niet uit. Ik ben ook bleek zonder make-up. Maar we zijn een artist en gaan straks het eten met vrienden. Zie je een baby olifant? Ja. Ja? We gaan naar de baby olifant. Snel naar de andere kant, Ol. Ja. Ik zit bij het Amstel met Rebecca en Yuki en Olly zitten gezellig naast elkaar. En die hebben net spaghetti bolognese gekregen. Ja, het gaat sowieso mis. Ik heb me daar al op voorbereid. Want ze moeten even zo'n koffielepeltje vragen. Ja, dat ga ik even regelen. Oh my god, lekker! Toch? Is het lekker, Ol? Ja, zeker. Wij zijn thuis en ik heb net mijn gezicht gescrubt en gewassen. En we gaan nu de intern kijken, gezellig. Toch zo? Yay! Intern is echt een leuke film. En we hebben thee en chocola. Thee en chocola. As usual. Chocola. We hebben alleen nog een deken nodig. Heb ik voor jou, schat. Heb jij een deken voor mij? Ja, kijk. Ben jij mijn deken? Ja. Wat lief. Nou. Daar gaan we dan wat? De romantische film. Wow, de romantische. Nee. Oh jee. What happened? Mijn huid is zo slecht. Komt dat denk je van alle snoep die ik eet of door het weer? Komt gewoon omdat er gemene negatievelingen zijn die jou in voodoo rituele puisten toewensen. Okay. Heeft niks te maken met je snoep of met je eigen eten. Gewoon de schuld van de ander. Haters. Oké. Okay. Jee, movie night. Ik vind het zo'n leuke film. Nou, weg. Hey guys, good morning. Het is maandagochtend. En ik ben te laat. Zoals elke maandagochtend. Ik ga nu naar Gracia toe. Daar gaan we een mukbang filmen. Dus die kunnen jullie binnenkort zien. Bij Gracia. En dan heb ik echt een record marathon aan afspraken. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk te filmen. Ik ben net klaar met het filmen van Gracia. Hoe spreek je haar naam met Shadi? Shady. Shady, echt? Shady mag ook. Ja, het is eigenlijk Shady. Maar iedereen zegt tegen mij Shady. Dus ik ben mezelf ook maar Shady gaan noemen. Ja. Nou ja, die komt. Wanneer komt die online? Volgende week donderdag. Dus we kijken deze vlog op woensdag. Dus morgen over een week voor jullie. Komt de woensdag? Ja, deze komt woensdag. Ja, morgen over een week. Yes. Dus ik heb meteen weer dubbel ontbeten. Ik ben op kantoor aangekomen en eindelijk, na hoe lang zitten we hier? Augustus, september, oktober. Na 4 maanden hebben we een eettafel. En stel je even voor. Ik ben Helene van Oxfurniture en wij hebben de
kantinetafel en de drie bureaus voor jullie. Ja, we zijn er zo blij mee. Ik wilde echt mooie witte houten tafels. En ik zal jullie linken ook hier onder de website en hier eventjes jullie account. En het allervetste van alles. Ik ga het zo laten zien, maar ik zie het al dat mijn logo zit er helemaal in. Echt zo vet. Dus we gaan even alles uitpakken en dan laat ik het zo wel zien. We zijn heel erg aan het puzzelen op kantoor. Want we hebben ook deze tafels nieuw. En we hebben een man in het spel gehaald. Voor het ruimtelijk inzicht. Waar heb ik niet, hè? Caitlin Kleinenberg. Caitlin Kleinenberg. En we hebben ook zo'n supermooi bankje. Waar we heel veel in kwijt kunnen hieronder. Maar goed, ik ga even passen mee te spullen straks kopen. En dan laat ik... straks even zien wat het geworden is. Ik zit in de auto met Mo. En we hebben even geluncht, pizza. En we moesten een post maken, gesponsorde post. Dat hebben we snel gedaan. En nu zet Mo mij weer af op kantoor. Ik heb gerend van de hoek naar de auto. Ja, dit weer, kijk. Het is echt nieuw. Horrendous. Kijk, de tafel staan. Het is alleen nu donker. En daar. En hier. Maar we moeten alles decoreren. Dus ik ga het morgen wel even of overmorgen. Trouwens in de volgende vlog verder laten zien. Daar komen drie lichtroze stoelen. Dus ja. Oh my god. Ik ben thuis van kantoor. Kom net aan. Oh. En dit figuur is echt de slechtste bui ooit. Kijk. Oké, ik heb gegeten, even snel. En ik heb, terwijl we aan het eten waren, Olivia naar bed gebracht. Want die was letterlijk aan één stuk door aan het huilen. Dus die had ik om 6:30 naar bed gebracht. En toen is ze meteen gaan slapen. Dus ze was doodop. Ze gaat normaal om 8:30 naar bed. Maar er was echt geen lab meer mee te bezijden. En nu lig ik op bed. Het is 7:00 of 8:00 of zo, heel vroeg. Maar ik moest nog wat werk doen en ik dacht, ik ga lekker even in bed werken, maar... zo koud. Het is hier echt koud. Het raam heeft de hele dag open gestaan in de slaapkamer. And it's pretty cold. Dus ja. Dat ben ik aan het doen. Niet zoveel bijzonders. Wij liggen in bed. En ik heb echt, zoals de rest van Nederland, zo'n enorme kriebelhoest. En Sander ligt naast mij. Sander is op dieet. Ik zie een tepel. Auw. Niks te vertellen. Oké. Nou, in ieder geval, ik ga de vlog afsluiten voor deze. Ja, maar jij doet in één keer dat ding op mijn hoofd. Oh. Ik heb wel wat te vertellen. Wat dan? Ik ben zwanger. Zwanger van geluk. Sander is zwanger. Zo ga ik mijn vlog noemen. Oké. Oh. Ik ga in ieder geval lekker slapen en de vlog afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie zondag weer.